Natuurlijk net al die juwelier, terwijl zijn levenswerk helemaal aan diggelen werd geslagen. En hij zelf bijna ook. Nu nog zo'n ondernemer die steun van ons allemaal kan gebruiken. Een 38-jarige man runt in zijn eentje een avondwinkel op de hoek van de Oudemans en de Isingstraat in Den Haag. Dat is hard werken en zuinig leven. Helemaal als op hetzelfde kruispunt naast die van jou nog twee avondwinkels zitten. Woensdagavond 8 november rond een uur of 6 komt een man op zwarte Adidas schoenen naar de ingang gelopen. De eigenaar rookt even in de deuropening. We zien hem net niet. De man vraagt of de eigenaar sigaretten verkoopt. Hij knikt begrijpend als die uitlegt dat hij geen rookwaar heeft. Kijk alvast naar zijn gezicht als hij wegloopt, want dit is een overvaller. Vlak erna loopt hij de winkel in. U ziet de eigenaar afwerend naar zijn handen grijpen, want hij ziet dit. De man trekt een vuurwapen. Met kracht duwt hij de eigenaar weg. Die moet machteloos toezien hoe de overvaller zijn zuurverdiende geld wegraait. Even test of dit alles is en dan brutaal weer wegloopt. Het Haagse Laakkwartier in. Nou, de eigenaar was ontzettend bang voor de man met het vuurwapen en deed ook direct de kassa open in de hoop dat de overvaller snel zou vertrekken. En dat gebeurde ook, maar de overvaller kwam terug op vrijdagavond 29 december, iets voor zessen, weer in dezelfde supermarkt. De eigenaar ziet het direct zodra hij de winkel net zo brutaal weer inkomt. Nu heeft hij een helm en dit. Toch reageert de eigenaar in een soort reflex. Hij wil de man bij hem en zijn geld weg hebben. Hij grijpt hem, ondanks het mes, stevig vast. Maar de man graait opnieuw in de kassa. Daar gaat je omzet weer naar iemand die daar niet voor doet. De worsteling is niet zonder risico. Kijk opnieuw hoe groot dat mes is. Het slachtoffer ziet nog net dat de man wegrijdt op een grijze scooter richting station Hollandspoor. Ja, en de impact is zo groot geweest op deze eigenaar dat hij bijvoorbeeld na de eerste overval opeens een keertje zomaar flauw viel en last van zijn hart had. En extra sneu, dit slachtoffer was pas sinds september afgelopen jaar eigenaar van die winkel en heeft dus amper een half jaar later al twee overvallen achter de rug. En beide dus door deze man. Wie kan hij zijn? Ook bij zijn tweede overval is zijn gezicht, ondanks de helm, goed te zien. Die helm was overigens van het merk Beon. Misschien is dat voor iemand een aanknopingspunt in combinatie met die grijze scooter. Mensen in Den Haag, help jullie stad leefbaar te houden voor jezelf en ondernemers. En tip alsjeblieft over deze man. Desnoods anoniem of help door zijn beelden via onze site met zoveel mogelijk mensen te delen.